We zijn inmiddels aangekomen bij Horse & Hands. Ivy staat hier in de boxen, het 8 boxen denk ik, ja. En Blondie staat in het vrijhoeven gedeelte, dus dat is ook wel heel erg grappig. Heb ik dat ook weer een keer gezien. Ze hebben hier echt hele grote boxen. Ik dacht ook daar gewoon, ja, dat zou iets kleiner zijn dan dit, maar dat is echt huge. Dus dat was wel grappig. En met dank aan Astrid, die in haar mooie pakkie het aan het uitmesten was, hebben ze nu hele mooie schone stalletjes. Ik ga eerst op Ivy rijden en les krijgen en dan door naar Blondie. Astrid gaat volgens mij ook even naar Ivy kijken hoe alles in haar lichaam zit. Want dat is natuurlijk met Blondie ook in het begin gedaan. Toen hebben ze haar neergezet en even naar gekeken, ook toen met Just. Dus ik denk dat het ook gaat gebeuren, weet ik niet zeker. Maar daar komen we zo achter. Hey Tessa, leuk dat je er weer bent. Zeker. Hey, je hebt een heel ander paard bij je. Ja, ik heb vandaag Ivy bij me. Ivy is een 8-jarige KWPN Mary. Ja. Ze is niet van mij. Ik wil haar bijrijden voor de eigenaar. Die wil graag naar een wat hoger niveau. Maar die is net bevallen. En heeft daarvoor ook een halfjaartje stilgestaan. Oké. Paard of de vrouw zelf? Paard stilstaan, omdat, vrouw is bevallen. Omdat de vrouw zwanger was, precies. Ja. Heeft paard echt helemaal niks gedaan een half jaar? Nou ja, wel door een bijrijder bij gereden. Oh. Maar het was meer gewoon rijden. Een beetje recreatief. Ja. Ja, oké. Dus nu wil ze graag naar een hoger niveau en daar wil ik er graag mee helpen. Wat leuk. En op welk niveau is dit paard geclasseerd of afgericht? M2 gerichtig en B-springen. Oké. Volgens mij. Oké. Dus paard is eigenlijk al... L-springen? Ja, L-springen en M-dressuur gericht. Oké, dus nou, dan is die al best wel behoorlijk ver. Ja. Wat leuk. En wat leuk dat je de kans krijgt om je dan ook met deze Mary verder te ontwikkelen. Ja, heel erg. Leuk joh. Hey, en zijn er dingen waar je tegenaan loopt in het rijden? Wijken, zijgangen, schouder binnenwaarts, het is allemaal super makkelijk. Dus dat is wel heel fijn. Ja? Maar ze is met haar schouder hangt ze naar links. Ja. Ze is op links sterk, maar kan niet naar rechts buigen. Wat gaaf dat je dit zo aangeeft. Want dit zijn de thema's van onze vorige lessen met Blondie, weet je nog? Ja. Zie je wel dat je een goed gevoel hebt? Nou ja, ik heb heel erg mijn best gedaan om het te voelen. Want ik natuurlijk niet zonder weten er naartoe wil gaan naar jou. Mm-hmm. Dus heb ik gisteren heel erg aangevoeld wat het was. En ik merk dat ze heel erg naar binnen ging met haar linkerbeen. Dus heb ik mijn linkerbeen net aangehouden en dan ging ze naar rechts. Maar dan wou haar nek niet meer buigen. Precies, ze krijgt soms toch een beetje tegengestelde reacties in het lichaam. Ja. Helemaal goed, maar een duidelijk verhaal. Daar gaan we aan werken. En ik kijk natuurlijk ook even mee. Voor mij is het natuurlijk ook een nieuw paard. Misschien zie ik nog dingetjes dat ik zeg, oh, daar moet je ook even op letten in de praktijk. Ik heb heel eerlijk gezegd, natuurlijk kijk ik altijd een heel klein beetje ook meteen naar de optoming. Nou, je rijdt lekker op een springzadeltje. Daar ga ik verder niks van vinden, hartstikke goed. Maar omdat ik zelf ook bitfitter ben, kijk ik natuurlijk ook altijd heel even naar het hoofdstijl. En wat me opviel is dat de trend zijn maatje te breed is. Ja. Dus als je, nou, en ik zal ook even kijken van, goh, is de bustrends voor haar, hè? Is dat een geschikt bit voor de fase van africhting waarin je bent? Als ik daar een andere mening over heb, dan zou ik het over zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat ik aan het einde van de les gewoon een conclusie trek van, joh, is prima bit. Even een maatje kleiner. Ja. En dan ligt het wat comfortabeler. Punt is namelijk dat als een bit net even te breed is, dan schuift hij makkelijk van links naar rechts. Dat kan bij veel combinaties een oorzaak zijn van wondjes in de mondhoek of op de lagen. Maar het belemmert het paard sowieso in het vinden van zijn balans. Ja. Dus dat is een belangrijke reden om te zorgen dat je bit altijd precies aansluit tegen de mondhoeken van je paard. Dus dat bit net zo breed is als dat de snuit breed is, zeg maar. Ja. Nou ja, in het begin was het ook echt dat ze heel de balans kwijt was. Achterbenen kon ze een soort van niet optillen, omdat het gewoon geen spieropbouw was. Dus ze begint nu wel steeds beter balans te vinden, maar het is nog steeds dat ze echt wel hulp erbij nodig heeft. Precies. En ook als ik er wat meer vrijheid geef dan, in het handgebruik, dat ze een soort in paniek raakt omdat ze niks heeft om aan vast te houden. Nou, je ziet nu eigenlijk al, hè, dat ze heel erg op die linkerschouder duikt, toch? Ja, heel erg. Zullen we de kwartlijn maar eens opgaan dan? Ja, dat is natuurlijk altijd een ideale oefening om mee te beginnen. Om zo'n paard ook de gewaarwording van balans te laten ervaren. En voor onszelf als ruiter is het ook een, toch vind ik eigenlijk al een vrij eenvoudige oefening. Niet dat het per se makkelijk is, want het gaat om ruitergevoel. Nou, dat hoeft niet altijd per se makkelijk te zijn. Dat hangt af van je eigen ontwikkeling. Maar het concept is niet zo moeilijk.
Het is gewoon een rechte lijn. En het enige wat je hoeft te doen is te focussen op je gevoel. Waar gaat het gewicht van dat paard naartoe? Nou, we zien het al. Ik merk het wel. Als je niks doet, dan kom je niet bij de A uit, maar bij de F. Ja, maar en dan was het een heel stuk moeilijker te voelen, maar zij valt een soort naar links. Als precies, als je niks doet, joh, dan hup, dan valt ze bijna om. Maar dat nemen we gewoon waar. Hè? Er zit geen goed en er zit geen fout aan. Het is wat het is. En het enige wat wij willen, is dat we haar gaan laten voelen. Dat ze ook op die rechterschouder de gewicht kan laten neerkomen. En hoe doe je dat ook alweer? Linkerbeen eraan. Nee! Oh. Nee! Nee. Oh. Dat kan. Nee. En weet je wat het is? Ik snap jou wel. Want jij hebt ooit geleerd, als je paard naar links valt, duw maar naar rechts. Ja. En natuurlijk kan dat. Maar dat kan met een paard. Oh ja, zo en dan... ja. Precies, ik ga hem je zo weer vertellen. Maar ik maak heel even mijn zin af. Want de instructie van... linkerbeen aandrukken omdat je paard naar links komt, naar links hangt, dat werkt bij een paard dat heel goed aan de hulp staat. Ja. Bij een paard dat losgelaten is, dan druk je die kuit aan en zegt, oh ja, zit een paard, ja, oh, ik weet weer. Maar dat is een paard die al het gevoel van balans heeft. Dus zoals met Blondie en dan het eigenlijk weer anders. Precies. Bij Blondie werkt dat al veel beter. Blondie, haar instructies zijn wel beter. Ja, precies. Maar dit paard weet niet wat balans is. En als jij dan met jouw linkerbeen gaat drukken, en heb je misschien al een keer gevoeld, dan zal in eerste instantie de reactie ontstaan dat ze terug gaat lopen drukken tegen je kuit. Ja. En dat is wat paarden doen. Als paarden druk ervaren op het lichaam, dan gaan ze daar niet voor weg van nature, maar dan gaan ze daar tegen in. Totdat wij geleerd hebben dat dat paard moet wijken voor druk. Want daar is onze africhting op gericht. Maar dan moet het paard wel snappen. Ja. En dat weet je ook wel bij een jong paard. Als hij een hals erop doet en mee wil laten lopen aan een touwtje. Nou, als hij dat niet als veulen heeft geleerd, dan gaat hij er in eerste instantie aan hangen. Ja. Ja, zeg maar een jong paard tussen de touwen, die gaat omhoog. Ja, en dat is hetzelfde principe als dat je een paard, hè, wat die kuithulp nog niet kan verwerken in de juiste respons, in het juiste antwoord. Met andere woorden, dat hij zijn gewicht naar rechts verplaatst. Die gaat... gewoon op basis van zijn natuurlijke gedrag tegen die druk. En die gaat lekker tegen jouw kuit aanhangen. Ah, daar word je wel heel moe als ruiter. Dan wil je dan toch nog dat paard naar rechts krijgen. Snap je? Ja. Dus daar hebben we die tweede teugelwerking voor. Ook is handen over de manenkam richting de oren durven doen. Laat maar in een boogje vallen. Zo, ja. En dan zet je handen niet breed, hè? Want als je je handen breed zet, dan bied je steun. En dan gaat hij dus in de verkeerde modus. Snap je? Ja. Zo, ja. Laat je teugels maar langer. Zo, ja. Zo ja, dit is beter. Dit is beter, zo ja. Welkom in Lamaland. Ja, en dan doe je je linkerteugel, heel gek, die til je op. Til je de linkerhand maar eens op. Zo ja. Zodanig dat je wel linkerstelling hebt, dus dan mag je daar wel ietsjes meer druk op zetten. En je linkerhand wat hoger, maar niet naar achter. Naar voren en omhoog, heel gek. En je rechterteugel lang. Bah. Kijk eens naar mij. Dit bedoel ik, alleen maar dit. Ja, en dan mag je maar ietsje dichterbij jou hoor. Zo, ja, daar. Dit wil ik. Juist hem. Dit is goed. En rechts, rechts weg. Los. Rechterteugel los. Zo, ja, je linkerteugel omhoog. Zo, ja, daar. Dit wordt beter. Linkerhand weer optillen. Hou die omhoog. Zo, ja. Rechterhand ja. Los. Ah, zo, top. Zo, ja, precies. Oh. Dat kan. Oh, ik heb hem uitgedaan. Om. Oh. Nee, dan gaan we galopperen. Lukt het? Zo, ja. Linkerhand weer hoog, weet je nog? Zodat je daarmee aankomt in het gebied waar die stelling moet geven. En je rechterhand naar voren. Zo, ja. Zo, ja. Dit. En weer sloom rijden. Heel saai. Heel saai op je paard zitten. Zo, en weer los. En weer weg met je hand. Zo, ja. Dit. Goed zo. Goed, mag je even naar de stap. Gaan we met Blondie verder. Ja, die linkerhand is zeker nog wat lastiger. Hè? Omdat hij dan mooi de rit aan kan nemen op zijn buitenschouder. Daarom vraag ik je hand hoog. Dan heb je linkerstelling. En dan gaat hij vanzelf meer naar die rechterschouder toe. Dan heb ik al bijna liever dat hij... Nou, de rechter of de linkerhand? Linkerhand. Dus als je op de rechterhand rijdt,
heb je je linkerhand omhoog. Oh, linkerhand en linker en rechterhand. Ja, dus je rijdt zoals je nu rijdt. Je rijdt nu rechtsom. Oh ja, oké, ik snap hem weer. En dan is jouw linkerhand, die is hoog. Ja. Want daarmee vraag je stelling. Dus druk je hem naar de rechterschouder toe. En dan heb ik al bijna liever dat hij bijvoorbeeld helemaal binnendoor op die rechterschouder komt, dat hij dat ook een keertje voelt dat hij kan. Snap je? Ja. Maar omdat nu zijn sterke schouder de buitenschouder is en lekker tegen het hek, is hij weg, weet je? Dan denkt ze, oh, dat is makkelijk. Dan komt ze heel makkelijk in die oude patroon. Dus doe je linkerhand maar omhoog, dan help je er al om er in een andere manier van bewegen te laten komen. Het is nog niet zo makkelijk als op de rechterhand, hè, maar ook dat komt. En je rechterhand gewoon toestaan, dat ze ook naar die rechterschouder kan. En als je je hand toestaat, kun je hem ook daar opvangen. Even kort sluiten en weer los. Kort sluiten en weer los, snap je? Ja. En uiteindelijk gaan deze hulpen, dat je helemaal zo op je paard zit, die gaan natuurlijk terug hier naartoe. En dan doe je deze ietsje zo en dan vang je hem daar op, snap je? Maar hij moet het eerst snappen. Eerst het effect in het lichaam conditioneren, hè, wat die teugelwerking zijn moet. En omdat het paard van zo ver komt, moet je die hulpen heel overdreven aanbieden. Om maximaal effect te krijgen, want anders dan is het te subtiel en dan gaat ze daar niks mee doen. Gaat ze er dwars doorheen. Nee. Ja? Top.